Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Jos, lekkere wijn, prima service. Herenstraat helemaal, die loop ik met Hubert Nautja. Als ik een paar woorden zeg, dan weet u over wie ik het heb. Het is de man achter de kar, sinds kort ook achter de spiegel. Mensen kennen van Simplon, 100% Groning. En hij is Henk. Hij Henk, dat is ook wel leuk. Hij is de kortste nachtburgemeester ooit. Ja. Hoe lang ben jij nachtburgemeester geweest? Een minuut of vijf, vier. Ja, dat was wel bizar. Heb jij dat meegemaakt, Henk, met Hubert? Ja, dat was iedereen. En dat ging tussen Hubert en Olinda. Ja, het Olinda, ging dat tussen Merlijn. En Merlijn, ja. Merlijn Polman deed mee. Ja. Maar op een bepaald moment was het grote moment daar. Ja. Iedereen stond in de zaal. Ja. En Chris Schadert komt naar voren. De nachtburgemeester die 4 jaar lang deze stad heeft geterroriseerd. En die roept, mijn opvolger is Hubert Nautja, Henk. Ja. En toen? Ja, nou ja, en toen heb ik keurig iedereen bedankt natuurlijk, zoals het hoort. En gezegd, nou, kandidaten allemaal geweldig. We gaan er met z'n allen wat moois van maken. Maar toen bleek toch het een beetje anders te zijn. Ja. En het was natuurlijk zo georganiseerd dat de jury, die had het eindoordeel. En in die communicatie is iets fout gegaan. Ja, hoe kan het? Ja, Piet, dat weet ik niet. Dat zulke dingen gebeuren. Ja, maar er is toch maar één uitslag. Ja, hoe moeilijk is het? Ja, ik weet het niet, maar daar ga ik niet over. Ik was alleen leidend voorwerp. Jij was blij. Ik was hartstikke blij. Ja, ik had er zin in. Jij dacht, want jij dacht van, ik kan iets aan deze stad, ik kan daar iets aan doen. Nou, ja, dat doe ik sowieso wel. Maar ik bedoel, maar het is leuker als je dat... Kijk, het is beter binnenkomen als je nachtburgemeester bent. Ja. Dan zit je gelijk op een bepaald niveau te praten. En nu moet het allemaal anders. Maar dat geeft niks, want ik heb de spiegel en ik heb de kar. En dan kan ik hartstikke fijne dingen doen voor de stad. Mooie live muziek. Jazz maar op toch, vrijdag. Maar toch. Jouw kennende knaagt het wel. Het was, Henk, als je nou... Henk. Jij ziet het nou vanaf de bakfiets. Maar loopt hier nou de nachtburgemeester naast mij of niet? Nou, Henk, de statuur van. Ja, onze allereerste nachtburgemeester. Ja, die is net overleden. Daar moeten we even bij stilstaan, ja. Henk. Henk Leupen, nee. Ja, 78. Nee, hoe oud is hij geworden? Hij is... Nou, zoiets. Nee. Ja, was wel niet beweegd. 78 is hij geworden. Ja. Ja, daar staan wij nu even bij stil. Even bij stil. Ja. Want Henk Leupen, hoe je het ook bent of keert. Dat was de eerste. Hij heeft nooit de echte erkenning gehad van de nachtburgemeester. Maar hij was het wel. Het was een publiek figuur met bepaalde status en iedereen mocht hem graag. Alleen het was natuurlijk niet iemand die actief iets voor de stad kon doen zoals Chris dat gedaan heeft. Nee. Maar het is goed dat je iedereen hebt, dan heb je in ieder geval een startpunt. En daarna hebben we een paar jaar Chris gehad. Nou, dat was ook, ik vond het een heel succesvol gebeuren. Nou heb ik ook Olinda de Vries ook geïnterviewd, hè? Ja. En die zei tijdens de wandeling van de Herenstraat dat zij eigenlijk wel begreep dat zij wat was geworden. Want zij had verder weg, vond zij, de beste performance. Vond jij dat ook? Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Nee, dat had ik al wel weer gedaan. Ik geef lekker een politiek antwoord. Ja, dat is niet voor jou anders. Nee, is ook wel een beetje zo. Laten we zo zeggen, laten we gewoon haar daders spreken. En tot nu toe ben ik daar nou niet heel erg van onder de indruk. Ja. Dameswc openbaar. Ja. Volgens mij kunnen alle vrouwen overal in elk café naar de wc. Ja. Bij mij mogen ze hun blaas legen en vullen. Nou, contact doen op het stadhuis. Dat mag Peter zeggen. Ja. En ze heeft ook al, ze zei, mijn voorganger Chris Schadert deed alles per brief. Nee. Maar ik ga er naartoe. Ja. Maar Chris trouwens al tegengesproken. Tuurlijk. En weet je, het is allemaal, het is gebeurd. Het is gegaan zoals het gegaan is. Ja. Zij moet het nu doen. Laat het maar gebeuren. Ik trek mijn eigen plan. Ja. Ik denk dat er meer behoefte is aan een invalide toilet in het uitgaansgebied.
Ja. Want dat is er niet. En daar zou de gemeente een goede rol in kunnen spelen. Je zou dat kunnen doen in de stadsgarderobe of in de fietsenstalling. He, toch op de stukjes die van hun zijn. En dat zou veel zinvoller zijn. Want die mensen kunnen echt nergens heen. Maar stel nou, jij was het gewonnen, hè? Hubert. Hè? Ja. Wat had jij dan als eerste gedaan? Nou, dat is een van de eerste dingen. Toch wel weer in de toilettensfeer. Ik vind dat gewoon sowieso belangrijk. Ik vind, je moet naar de verlichting kijken. Je moet naar de openingstijden kijken. Je moet kijken naar de verhouding tussen dingen die op de Grote Markt gebeuren en dingen die in de rest van de binnenstad gebeuren. Je moet je hard maken voor alle vormen van cultuur die op dit moment onder druk staan. Dat is je taak als nachtburgemeester. Dat je een spreekbuis bent van die mensen die niet de weg naar het stadhuis kunnen vinden, die wij wel hebben. Maar heb jij, Olinda niet, maar heb jij wel de cultuurnota gelezen? Ja, natuurlijk heb ik de cultuurnota gelezen. Dat is, als je cultuur aan het hart gaat en je bent met live muziek bezig, ik ben directeur van Simplon geweest, dan hou je dat bij. En zeker ook met de bemoeienissen met de nieuwe partij waar we mee bezig zijn, dat 100% Groningen. Daar zit cultuur ook in mijn huis. Van Mariette. Ja. Daar zit cultuur ook in mijn portefeuille. Ja, ben je geen voorzitter daarvan? Ja. Ja, toch? Maar goed, het staat allemaal nog in de kinderschoenen. We zijn heel druk bezig om dat goed en stevig op te tuigen. Gelukkig hebben we ook nog even voordat de echte verkiezingen er zijn. En ondertussen is Mariette natuurlijk goed bezig in de raad. En daardoor heb je wel allerlei ingangen die je als helemaal beginnende partij niet hebt. Want dan heb je geen access tot stukken en dat soort zaken. Dus we zitten er nu al behoorlijk in. En hopelijk wordt dat alleen maar beter. Nou, is natuurlijk een hele lange periode geweest dat jouw naam op één lijn was met Simplon, hè? Je bent er toch raar weggekomen eigenlijk? Ja, dat gebeurt mij wel eens. Ja. Kijk, ik ben niet iemand die vreselijk veel bezig is met het maken van vriendjes op politiek niveau of wat dan ook. Ik doe gewoon mijn ding. Ik ben iemand van de vloer. Ik praat liever met mijn collega's dan met hotemetoten. Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Ik ben van de doeners. Ja. En dan vergeet je soms misschien bepaalde dingen die je anders had moeten doen. Ja, maar kan dat zijn. Maar is klaar voor jou? Simpel is voor jou. Nee, dat is een heel diep leedteken. Dat lijkt mij ook, ja. Ja, het was familie. Het waren mensen die mij zeer aan het hart lagen. Ik heb daar 6-7 jaar met ongelooflijk veel plezier gewerkt. En ik vind het heel jammer dat zo abrupt is afgebroken. En of dat, hoe dat dan gegaan is, ja, dat is een heel bizar gebeuren. Maar je bent eigenlijk op non-actief gesteld, of niet? Ik werd op non-actief gesteld. Dat heb ik aangevochten. Ja. Dat heb ik dus ook gewonnen. Waar de rechter zegt, nou, dat is onterecht ontslag. Wilt u even meneer Nauta vergoeden? En vervolgens zegt hij, ja, dat zouden we willen, maar we zijn inmiddels failliet. Dus meneer Nauta kan achteraan sluiten. Ja. En we betalen nog 3 maanden salaris en dat is toedeledoki. Ja. Nou ja, zo gaan die dingen. Gelukkig is dat nog het minst erg. Ik vind het onfatsoenlijk. Maar goed, zulke dingen gaan zo, blijkbaar. Politiek moet dat allemaal blijkbaar op die manier gebeuren. En ja, ik vind het, wat dat betreft, het is wel voorbij. Het is natuurlijk wel heel mooi. Ik weet zeker dat Henk dat ook vindt. En Jacob ook trouwens. Die draait de bakjes alsof hij het naar Noorden heeft gedaan, hè. Ongelooflijk, Henk, hè. Schitterend tempo. Herenstraat, prachtig weer. Hey, dat jij... En daar ben ik natuurlijk als rastadje heel erg blij mee dat jij naast de kar de spiegel nieuw leven gaat inblazen. Ja. Dat er in de spiegel weer iets gaat gebeuren, want hoe je het ook bent of keer, de Shadows Place. Het is hartstikke mooi. Het is een icoon. Ja. Daarom hebben we de voorkant ook gehouden zoals hij was. Ja. Achter hebben we wel het een en het ander verbeterd. Ook om het concept mogelijk te maken, zodat ik de live muziek, die toch vaak noodlijdend is of net uit kan of net niet uit kan. En dan hebben we s'avonds de combinatie met de jongens van Subsonic, die vroeger onder, daar waar Club Privé was. Ja, heb ik nog gedraaid. Ja. Nou. Club Privé. Ja, wat een tijd. Ja, dat waren tijden. Ja. Nou, die jongens hebben daar nu ook een plek. En die combinatie van die twee dingen, dat werkt hartstikke goed. Er is op maandag stand-up comedy. Die zaten in O'Kelly's, die zitten nou bij ons. Stampvol, elke maandagavond. Ja. Kan geen kip meer bij. Geweldige club. En heel veel live. Diederik Iedema die programmeert bij mij. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook een icoon zo langzamerhand. Ja, waar die ze weg moet aan. God, kanonnen. Als iemand connecties heeft, dan is hij het wel. Ja. Fantastisch. Ik ben met Gino Jansen bezig. Ken je die nog? Ja, die heeft nu bij Kiwi gespeeld. Daar had hij misschien. Ja, nou, die zegt, kom zo met al die jongens weer langs. Oh ja? Ja, doet hij. Goeie muziek. Alleen dat duurt even voordat we daar een goede avond voor hebben. Ja. En dat wil ik ook echt goed neerzetten. Ja, ja. Maar het begint al hartstikke leuk te lopen.
We hebben nu donderdag, vrijdag en zaterdag die muziek. Tot een uur of, dat beginnen we om 10 uur. Ja. Tot een uur of 1:30. Nou, dat is voor de mensen van onze leeftijd. Ja, dat vond ik trouwens wel jammer van Oelinda hoor. Dat ze zei dat wij te oud waren. Ja. Hoezo te oud? Nou ja, Oelinda die zei dan om het dan weer op te pakken. Oelinda zei dat wij. En, we waren, en jij was te oud. Jij bent helemaal oud. Je bent van 60, hè? Ik ben van 60. Nee. Ik ben elke nacht. En het was een groot voordeel, zij zei, dat het een vrouw zou worden. Een vrouw. Vrouwen kunnen dingen heel anders bekijken dan mannen. Daarom ben ik ook met een vrouw getrouwd. Ja. Dan kan ze me zo af en toe een beetje bijsturen. Maar die combinatie is... Maar ik vind het niet per se noodzakelijk. Die Peperstra die heeft natuurlijk een enorme upgrading. Hè? Iedereen is altijd al lovend over wat je met de kar doet. Maar nou die spiegel er nog bij. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch voor de binnenstad. Ja. Ik heb een heel goed gevoel bij. Ja. En die combinatie lukt, ja. Die combinatie K-spiegel, dat zit... Dat... Jawel, dat bijt elkaar niet. En kijk, de spiegel heeft s'nachts een ander karakter dan de car. De car is toch meer alternatief en goed dampend feestje met rock'n'roll. Ja. Chris Gerrit draait er wel eens. Ik heb allerlei fantastische DJ's die daar hun best doen om een leuke avond van te maken. Nou, en in de spiegel heb je dan dat Subsonic. Dat is voor die kids ideaal. Iedereen aan de bak. Henk, heeft goed gedaan, hè, Hubert, hè? Mooi betoog. Jij kiest hier nog aan het einde van de Herenstraat. Ja. Mooi, mooi, mooi. Jij kiest uit politiek of horeca. Horeca. Die kant op. Of niet eens na te denken. Hubert Nauta, zei jongens, hou me in de gaten. Ooit komt hij terug. Maar voorlopig is het de kar en de spiegel.